79 jaar en dan een inbreker in huis betrapper. Dat gebeurde in de Kasteellaan in Heusden op donderdagavond 17 april rond 8:45. Een oude dame werd hardhandig tegen de grond gewerkt door een gezette man met donkerkort haar. De vrouw ligt nu nog in het ziekenhuis met een gebroken heup. Met geld en sieraden ging de inbreker er vandoor, de vrouw gewond op de grond achterlatend. Tussen de gestolen sieraden zaten ook trouwringen met de inscriptie 22 mei 1954 en de namen Peter en Rika. Zijn de sieraden ergens te koop aangeboden? Heeft u andere informatie die kan helpen de inbreker te vinden? Laat het dan weten via de tiplijn of anoniem.